In de specialisatie beleidsadvisering kijken we naar de invloed van kennis en taal op het beleidsproces. We zien steeds vaker dat beleid tot stand komt in een omgeving waarin die kennis ter discussie wordt gesteld. Waar vragen worden gesteld over of dingen wel waar zijn. En waar we ook zien dat verschillende partijen op een heel andere manier tegen bepaalde problemen aankijken. Op het moment dat je een bepaald beleidsvoorstel wil realiseren, dan kan je je voorstellen dat het handig is dat je weet hoe je een bepaald probleem, een bepaalde oplossing moet verkopen, hoe je dat moet framen. Dat zijn vaardigheden waar in deze specialisatie onder andere aandacht aan besteed wordt. Het meest interessante aan deze specialisatie vind ik dat je heel erg goed kan onderzoeken hoe het beleid nou tot stand komt en hoe de media daar een rol in speelt en hoe onderzoek daar een rol in speelt. Dus belangengroepen kunnen de media gebruiken of bepaalde wetenschappelijke onderzoeken gebruiken om ervoor te zorgen dat hun probleemstelling het beste naar voren komt in het beleid. En dat vind ik best wel interessant, hoe dat dan precies werkt. Ja, de specialisatie bestaat uit een aantal vakken en daarnaast de stage en scriptie. Veel studenten combineren die stage en scriptie. Ze werken dan aan een concreet vraagstuk voor een bepaalde organisatie. Dan kan je denken bijvoorbeeld aan de vraag van, werkt een bepaald beleid? Is dat effectief? Leidt het tot bepaalde effecten? En vooral ook, leidt het tot de gewenste effecten? Maar studenten kunnen bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar hoe beleid tot stand komt of de manier waarop beleid uitgevoerd wordt. Ik heb voor de Radboud Universiteit gekozen omdat ik vond dat hier een hele fijne sfeer hangt. Ik ben er tijdens de bachelor ook achter gekomen dat er veel aandacht is voor studentenwelzijn. Wat ik ook wel belangrijk vind. Het is een best wel mooie campus, mooie nieuwe gebouwen. Wat mij heel erg aanspreekt is toch wel het kleinschalige karakter. En dat zorgt ervoor dat er heel veel interactie plaats kan vinden tussen student en docent. Studenten kunnen denk ik makkelijk bij docenten aankloppen, vragen stellen. We zijn denk ik heel erg toegankelijk en benaderbaar voor studenten. Dat vind ik zelf een prettige omgeving om in te werken en ook studenten waarderen dat. Ik zou deze masterspecialisatie aanbevelen omdat je heel erg met verschillende thema's bezig kan zijn. Dus je kan best wel zelf invullen wat voor thema je onderzoek in wil doen. Dus met de vakken ben je gewoon bezig met de totstandkoming van beleid, maar je kan daarin wel heel veel kiezen van welke thema's je interessant vindt.